Regeling MAVO 4, het hormoonstelsel en de hypofyse en het schildklierhormoon. Nou, regeling, dat kan snel gaan. Dat wordt altijd geregeld door het zenuwstelsel. Dus je brandt je hand of zo, en dan moet het snel geregeld worden. Dat gaat via de zenuwen en het zenuwstelsel. Maar je hebt ook langdurige en langzame regeling. En dat wordt geregeld door hormonen en het hormoonstelsel. Nou, bijvoorbeeld de groei, dat is iets wat langdurig gebeurt. Ook vertering valt daar bijvoorbeeld onder. Hormonen, dat zijn eigenlijk boodschappers in het bloed. Boodschappermoleculen. En alleen organen die gevoelig zijn voor die boodschap, die kunnen dus reageren. Die gaan iets doen. Dit plaatje, dat moet je echt goed kennen. Het komt heel vaak voor in examens dat over een van deze klieren iets gevraagd wordt. Vaak moet je de ligging weten. Bijvoorbeeld de hypofyse is een hele belangrijke. Zowel mannen als vrouwen hebben dat hormoonkliertje en dat zit in de hersenen. De schildklier, daar ga ik in deze les even verder op in, de hypofyse en de schildklier. De schildklier ligt in een strottenhoofd hier zo. Ook mannen en vrouwen hebben dat beide. Dan heb je de bijnieren en je ziet wel, die ligt dus op de nieren, vandaar de naam bijnieren. Daar gaan we het andere keer over hebben. En de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier, zowel mannen als vrouwen hebben die. Nou, dan hebben alleen vrouwen natuurlijk eierstokken, maar ook dat zijn dus kleine hormoonkliertjes. En de mannen die hebben dan de teelballen, ook die produceren hormonen. En dat hebben natuurlijk alleen mannen. Als je kijkt naar de klieren, dan hebben we twee soorten klieren. Een gewone klier, die zie je hierboven. En een hormoonklier die zie je hieronder. Maar een gewone klier die heeft een afvoerbuis naar buiten. Naar het externe milieu eigenlijk. Dus een slagader komt hier aan. Het bloed gaat er weer vanaf, ader. En er worden dus als het ware materialen uit het bloed gefilterd. En die de cellen gebruiken en die maken hormonen. Die maken bijvoorbeeld speeksel of zweet. En dat wordt dan naar buiten afgevoerd. Gewone klier. Met een afvoerbuis. Maar hormoonklier heeft geen afvoerbuis en die voert dus de boel af naar het bloed. Dus hier heb je een slagadertje, komt naar zo'n kliertje toe. En die kliertjes die produceren hormonen en die geven dat dan af aan het bloed. Geen afvoerbuis naar buiten dus. Dus hier zo bij B zullen dus meer hormonen zijn dan bij A. Ik zeg meer, want bij A zijn wel die hormonen omdat het bloed namelijk rondgaat. Dus uiteindelijk de hormonen die hier bij B zitten, die zullen uiteindelijk ook bij A komen. En de hormonen worden dus verdeeld in het bloed. He, dus als je bepaalde hormonen in het bloed hebt, dan zul je die in je grote teen kunnen vinden, maar ook in je buik en ook in je hersenen, overal. Waar de hormonen en waar bloed naartoe gaat. Natuurlijk. We gaan even focussen op de hypofyse. Een klein kwabbetje zo in de hersenen. Een hormoonkliertje. En de hypofyse is heel belangrijk. Want de hypofyse die regelt een aantal dingen zelf. Onder andere het groeihormoon wordt geregeld door de hypofyse. En die zorgt ervoor dat de lichaamsgroei plaatsvindt. Maar de hypofyse stimuleert ook andere hormoonklieren weer. Bijvoorbeeld het stimuleert de teelballen tot de productie van de zaadcellen. Maar ook weer tot het maken van mannelijk geslachtshormoon. En de hypofyse stimuleert de rijping van de follikels in de eierstokken en die stimuleert de eisprong en vrouwelijke geslachtshormonen te maken. Dus de hypofyse regelt ook soms dat andere hormoonklieren, zoals eierstokken, dus weer hormonen gaan maken. En zo doet de hypofyse dat ook bij de schildklier. De hypofyse stimuleert de schildklier, dat de schildklier weer een schildklierhormoon gaat maken. Nou, dus de hypofyse is eigenlijk heel belangrijk, ook een spinnetje in het web als het ware, die dus andere hormoonklieren weer stuurt. Er gaat wel eens wat mis bij de hypofyse. Soms kan daar bijvoorbeeld een kleine tumor in zitten of een tumor. En dan heb je dus een heleboel hypofyse. Die kan dus ook heel veel hormonen maken. En als je te veel groeihormoon produceert door die hypofyse, dan krijg je dus reuze groei. Hier zie je een reus. En waarschijnlijk is er dus iets aan de hand met hem in de hypofyse. Kijk even naar de schildklier. Hier zo zie je het strottenhoofd. En hier zo zie je het schildklier. Hier zo zie je dat. En hier de luchtpijp.
Daar ligt die. Nou, de schildklier die produceert schildklierhormoon. Dat is lekker makkelijk. En dat hormoon dat regelt de stofwisseling, groei en ontwikkeling. Ik had in een kommaatje kunnen zetten. Dus de stofwisseling, groei en ontwikkeling. Nou, als je veel van dat hormoon maakt, sommige mensen maken gewoon wat meer dan anderen, dan heb je dus veel verbranding in de cellen. Het regelt onder andere die stofwisseling en wel de verbranding in cellen. Dus dit hormoon regelt verbranding in cellen. Heb je veel hormoon, heb je dus veel verbranding in cellen, waardoor die persoon rusteloos wordt en een beetje vermagerd, omdat alles verbrand wordt. Heb je weinig hormoon, dat kan ook, dan heb je dus weinig verbranding in de cellen. En deze persoon, ja, die is dus snel moe, een beetje lamlendig eigenlijk, en ook snel koud. Dwerggroei, dat kan ontstaan doordat je vanaf de geboorte een te lage productie van schildklierhormoon hebt. Hier zo zie je dat, een dwergje van nog geen 75 centimeter. Hij is 21 geworden, heeft in het Guinness Book of Record gestaan als kleinste persoon ter wereld. Er is al wat concurrentie nu trouwens, nog kleinere iemand. Maar hoe dan ook, te maken met schildklierhormoon hoogstwaarschijnlijk, misschien wel een combinatie van. Je kunt ook een stroma of een kropgezwel krijgen in je keel, hier zo zie je dat. In Nederland was dat ooit ook. Men ontdekte dat dat kwam doordat er te weinig jodium, die mensen te weinig jodium kregen. Daardoor, dat jodium is nodig voor dat schildklierhormoon te maken, is er dus te weinig jodium, dan gaat je schildklier groeien. En die groei, dat heet ook wel een stroma. Hier zo zie je dat schematisch. En dan krijg je dus hier een verdikking, een stroma. En dat kan heel erg worden. Hier zo zie je dat. Vroeger dus ook in Nederland, in bepaalde gebieden. En dat had dan vaak te maken met het drinkwater, waar weinig jodium in zat. Tegenwoordig doen ze in zout, jozozout, jodiumhoudend zout. En wat eet iedereen? Brood. Dus vaak is in brood gewoon jodium te vinden. En dan krijg je dus niet die vervelende kropgezwellen. Nou, tot zover.